We staan hier allemaal heel lang al te wachten op die Sint. En we hebben hem nog niet gezien. Dus... Oh, ja, zou het? Ja, ik... Nee, dat is de fanfare volgens mij. Ik zie hem niet. Ik ga toch eens kijken waar Sinterklaas is. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Sinterklaas was op dat moment nog in de sporthal. Hallo, hallo, Pieter. Hi. We zijn hier in Liemt. Welkom. Ja, dankjewel. Hoe vind je het om weer in Nederland te zijn? Ja, het is hier wel heel koud, toch? Ja, echt. Ja, vergeleken met Spanje. Ja. Ja. Maar dat is geen volop de zon. Ja, daar is het lekker. Ja. Ja. En hoe is de reis geweest? Ja, ging wel goed, maar we hebben wel een beetje probleempjes af en toe gehad, hè? Ja. Problemen? Vertel. Wat voor problemen? Ja... Niet tegen Sinterklaas vertellen. Oh, die weet nog van niks. Nee. Wat is er gebeurd dan? Ja, we mogen het eigenlijk niet vertellen, maar de pepernoten zijn zoek. De pepernoten? Ja. Dus er is helemaal geen snoep? Helemaal niks? Nee, ook geen schuimpjes of die kleine dingetjes met suiker erop? Nee. Alles is weg. Weet je niet waar het is? Nee. Heb je al gezocht, maar het is nergens te bekennen. En het ligt ook niet op de boot? Nee. Ik weet het niet. We hebben helemaal ondersteboven gekeerd die boot, maar niks gevonden. En hoe moet dat dadelijk met Sinterklaas? Als we, die weet dus nog helemaal van niks. Nee, hou maar stil. Hou maar stil. Gewoon, okay. Ja, niks. Nee. Ik zeg niks. Welkom Sinterklaas in Liemde. Ja, zeker. Fijn om je weer te zien, Josephine. Het is weer een jaar geleden. Het is weer een jaar geleden, Josephine, maar wat gaat de tijd snel. Ja. Hoe is het voor u om weer hier te zijn? Het is altijd fijn om in Liemde te zijn, echt. En ik ben gisteravond stiekem al even in Liemde geweest, dat weet niemand. Maar ik vind het zo fijn dat altijd als de Sint komt, dat de lampjes opgehangen worden. Speciaal voor de Sint volgens mij toch, hè? Ja. Oh, vooruit. Omdat u het zo denkt, dan zeggen we het is speciaal voor de Sint. Ik vind het in ieder geval, en Piet ook, vinden het geweldig en heel gezellig. Ja. Zeker weten, ja. En jij bent de hoofdpiet? Zeker. En wat is jouw taak? Om alles voor Sinterklaas in goede banen te leiden, dat alles goed komt. Dus eigenlijk, je bent zijn assistent? Zeker, ja. En hier, wat zie ik hier? Het boek? Het boek. Het boek is weer terecht, zoals je ziet. Ja, met alle namen van alle kinderen in Nederland. Helemaal, zoals ze dat in goed Nederlands zeggen, up to date. Dus ze kunnen vanavond al beginnen met de schoen te zetten. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik zag het. Het is hier ook zo druk, maar al die pieten. Een beetje druk, ja. Maar dat geeft niet. We zijn met genoeg mensen en het is heel gezellig hier. En u gaat daar de tocht maken door Liemde? Ja, zeker. We gaan de tocht maken in een schitterende auto. Uit 1931 zelfs. Bijna net zo oud als de Sint. Ja, een oude auto, maar hij doet het wel goed. En dan kan ik mooi samen met Piet zwaaien naar alle mensen. Want het is een open auto. En we hebben gezorgd voor mooi weer zometeen. Ja. Dus dat is helemaal in orde. Zeker weten. Toch kunt u daar veel, hè? Zo regelen dat de zon gaat schijnen. Ik sta er zelf ook ooit van te kijken dat samen Piet en ik enorm veel kunnen. Ja. Is alles goed? Zijn er nog Nee, alles is onder controle. We hadden een vieze tabberd. Dat heeft u ongetwijfeld kunnen zien. Ja. We hadden een boek dat kwijt was. Nou, dat heeft u ook kunnen zien. Er waren wat problemen met de huisvesting, maar dat is ook opgelost. En dus alle vinkjes zijn groen, om het zomaar te zeggen. En we hebben geen problemen, toch, Piet? Nee, Piet, we hebben geen problemen. Oké, gelukkig. Zeker, gelukkig, hè? Nee, prima. Nou, dus we kunnen zo meteen instappen en naar het gemeentehuis. Waar we ontvangen worden, heb ik begrepen, door de wethouder. De wethouder van Bokstel, mevrouw Marielle, gaat ons ontvangen. Nou, helemaal goed. Nou, daar zijn we best een beetje trots op. Ja, zeker. Ik ben gewoon weer helemaal blij dat alles goed is. Wij waren lang blij. Ja, en dat alle problemen zijn opgelost. Alle problemen zijn opgelost, ja, zeker. Ja, zonder meer. Nou, dan zou ik zeggen, een hele fijne tocht daar door Liemde. Dankjewel, Josephine. Ja, dat gaat zeker goed komen. En zet vanavond je schoen. Zeker doen. Ja, zeker weten, Josephine. Zet hem op. Ja, misschien krijg ik wel pepernoten. Wie zou het weten?
Sinterklaas vertrekt naar het gemeentehuis, maar weet niet dat de pepernoten zoek zijn. Vanavond ga je zeker de schoen zetten. Heb ik vanavond al gedaan. Heb je het vannacht al gedaan? Mm-hmm. En? Heb je het zien gekregen. Wat heb je gehad? Een stof met Smarties erin. Oh, lekker hoor. En jij? Ik heb een Lego setje gekregen met één poppetje erin. Ik heb bij oma geslapen. Waar had je, was je ook bij oma geweest dan? Ja. Oh, nou, leuk hoor. Een Lego setje met een schildpad en een dolfijn. Al keiveel? Ja. Hé, hey, en jij? Ik heb hem ook al gezet. En? Ja, ik heb... Oma kwam beneden, wij kwamen ook beneden. En één keer liggen daar... Nou, Jamie zegt... Er liggen puzzels op de tafel! Spannend, hè? Spannend, Sinterklaas. Ik zie hier een soort Sinterklaas op de schouders van papa. Dat is gezellig, hè? Ja. Heb je de schoen al gezet? Ja. En? Ik had een Sinterklaas, een Elsa set gekregen. Oh. En wat heb jij een mooi spandoek gemaakt? Leuk hoor, veel plezier hè met Sinterklaas. Ja. Vinden jullie het leuk dat Sinterklaas er weer is? Ja. En hebben jullie al iets gekregen van hem? Ja. Wat dan? Pepernoten. Alleen maar gewoon snoep. En jij, heb jij de schoen al gezet? Ja. En wat zat erin? Clipje. Eens kijken. Oh, wat mooi. Leuk hoor. En jij, heb jij de schoen al gezet? Ja. Vertel eens. Hij zat chocolade, Sinterklaas chocolade. Leuk hoor. Veel plezier hè. Cadeau. En er staat op voor de Sint. Maar nou heb ik gehoord en nou zag ik ook aan jouw gezicht dat er iets aan de hand is. Wil je eens even vertellen wat er aan de hand is, Overpiet? Nou, onderweg had hij helemaal geen pepernoten. Jee. Dat meen je? Geen pepernoten? Geen pepernoten. Dat is het eerste wat ik ervan hoor, Piet. Geen pepernoten.
Jongens en meisjes, hebben jullie al pepernoten gehad? Nee, Piet. En ik dacht dat we alles vlekkeloos geregeld hadden. Een van de Pieten had per ongeluk de pepernoten ingepakt als cadeautje voor Sinterklaas. Ik heb je. Okay, ja. Vertel eens, hoe is het met die pepernoten afgelopen? Ja, die zijn net gevonden door alle kindjes hier volgens mij. Die liggen daar gewoon op de trap. Echt, waar zijn ze gevonden? Ja, dat werd tegen mij verteld door de andere, door de hoofdpiet. Dus ik hoop het. Ik heb ook wel zin in pepernoten namelijk. Oh, gelukkig, hè? Ik vond het helemaal spannend. Ja, ik vond het ook niet normaal eigenlijk dat dit gebeurt dit jaar. Ja, wij hebben dus gewacht totdat u er was. Zodat we het cadeau uit kunnen pakken, want het is natuurlijk voor u. Maar luister, beste Lieke. Cadeautjes voor de Sint. De Sint geeft toch meestal cadeautjes. Dus ik vind het een beetje raar als de Sint hier zelf een cadeautje krijgt. Maar Piet, wil jij het even uitpakken dan misschien? Ik zal eens even, wil je even helpen bij mij? Mevrouw Marielle, wilt u misschien ook even mee helpen? Ik wil wel even mee helpen. Ja. Nou, kijk maar eens wat erin zit. Dan hoop ik toch. Wat zit erin, Sinterklaas? Ja. Oh, pepernoten nou. Dan is het toch maar opgelost. Maar wie had het nou over problemen? Zeg, Lieke. Lieke. We hebben allemaal onze probleempjes gehad onderweg op de boot. We hadden een vieze tabbert. Er was een boek kwijt. En nu zouden er dan geen pepernoten zijn. Nou, je ziet het wel, hè. Ook dat wordt weer geregeld. De pepernoten zijn weer terecht. En iemand heeft een grapje met ons uit willen halen. Maar alles komt dan toch weer goed, hè? Het is toch fijn om te zien, hè? Dat het allemaal weer goed komt. En ik zie dat er nog heel veel pepernoten in zitten. Dus dat gaat helemaal goed komen. Iedereen krijgt pepernoten. Beste Sinterklaas, wij willen u ook graag een heel warm onthaal geven hier. En wij vinden het ontzettend fijn dat u de moeite neemt om helemaal naar Liemte te komen. Dus, dat doe ik graag. Vindt u het dat Sinterklaas in Liemte is? Nou, ik vind het een hele grote eer dat Sinterklaas de moeite neemt om hier naar het mooie Liemte te komen. Dus ik ben heel blij. En u zag ook alle kinderen net buiten. Ja, het was de eerste keer voor u om hem te ontvangen. Ja, dat was inderdaad de eerste keer. En dat heb ik met heel veel plezier ook gedaan. En nu mogen de kinderen vooral lekker alle activiteiten gaan doen. Leuk, goed georganiseerd hier hoor. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Opgelost, ja. Met die pepernoten? Gelukkig wel, ja, het is opgelost. Malle Pietje had ze verstopt en in een cadeautje gedaan voor Sinterklaas. En hier afgeleverd. Dus ze hebben nu alle pepernoten en alle kindjes in Liemde kunnen de pepernoten krijgen. Gelukkig. Heb je er ook foto's van gemaakt? Ja, hier zo. Och ja. Hier werd het cadeautje opengemaakt. Ja. En dat Pietje. Ja, ik zie het. Gelukkig zijn ze terecht. Ja, gelukkig wel. Nou, ja. Fijne dag verder, hè? Dankjewel. Tot ziens, hè? Doei.